dwergkonijntjes, schoothondjes, die kennen we wel. Maar waar ik nog nooit van gehoord had, zijn mini-koeien. Vandaag werd er eentje geboren in Barneveld. Sinds een paar jaar worden er in Nederland mini-koeien gefokt. Berry bijvoorbeeld, die vandaag werd geboren op een kinderboerderij in Barneveld. Nog maar 10 minuten oud doet hij al enorm zijn best om op te staan. Wij zijn bezig met het fokken van mini-koeien, omdat de minister heeft gezegd... alle boeren in Nederland die mogen maar zoveel koeien houden per hectare. Dus hoeveel grond je hebt. We hebben 3 hectare grond, daar mag je maar zoveel koeien ophouden. En daarnaast hebben we MKZ gehad 2 jaar geleden. En toen in de MKZ-periode moesten alle dieren binnen blijven in een stal. En daar zijn onze stallen niet op berekend. Toen hebben we gekeken van nou, of we kunnen geen koeien meer houden... of we moeten kijken, kunnen we ze niet kleiner fokken? En toen zijn we begonnen met het fokken van mini-koeien. Ook de kinderen vinden mini-koeien echt iets voor een kinderboerderij. Het is wel eigenlijk handig voor de kleinere kinderen. Want dan staat zo'n grote koe voor ze en dan kunnen ze gewoon onderdoor lopen. En nou kunnen ze gewoon alles gewoon aaien zonder dat ze ondersteboven worden geduwd. Maar die kleine koetjes, dan kunnen ze... dan kunnen ze nog leuk aaien op de rug en kunnen ze ja, misschien soms borstelen. Dat kan bij die grote niet. En zijn die kleintjes ook liever van karakter? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat ze even lief zijn. Dat maakt geen verschil, denk ik. Berry en zijn moeder Connie zijn echt veel kleiner dan normale koeien. Dat zie je eigenlijk pas goed als de beheerder van de kinderboerderij naast hen gaat staan. Ik ben 1,86. Deze koe is 80 en een gewone koe is 1,40. Heeft deze hoogte. Dus de mini-koe is al een mooi stukje kleiner. Het fokken van mini-koeien is niet eenvoudig. Als je ermee wil gaan beginnen, dan ga je zoeken naar kleine rassen. Die ga je dan onderling kruisen. En dan wacht je tot het steeds kleiner wordt. En dan moet je ook goed in de gaten houden dat ze wel gezond blijven natuurlijk. De dierenbescherming, de dierenbescherming die vindt het geen goed idee om mini-koeien te fokken. Ze vindt dat je de hokken moet aanpassen aan de dieren en niet andersom.